Weerstand, immuniteit, begrijpen. Wat we nooit geleerd hebben. Het immuunsysteem verzwakt bij het eten van gekookt eten. Omdat uw lichaam voelt, oei, dit is onnatuurlijk. En gaat leukocytose toepassen, waardoor meer witte bloedcellen worden aangemaakt, omdat het lichaam denkt dat het aangevallen is, net zoals bij een virus of verkoudheid of griep of dergelijke. Als ik mijn bloedtest doe, dan staat mijn leukocytose laag. Bij mensen opgekookt staat deze hoog. Dus dit betekent dat ik een hogere weerstand heb door het natuurlijk eten, door het fruit eten en dat u constant witte bloedcellen aanmaakt om deze onnatuurlijke voeding te bevechten. U kan zich voorstellen dat u zich doucht met warm water en dat uw weerstand verlaagt. Dat u kledij draagt, dat u een microklimaat creëert onder deze kledij, dat het daar warm en vochtig is waar bacteriën graag vertoeven. Dus de kledij verlaagt onze immuniteit, onze weerstand. Naakt verhoogt de weerstand. Zoals koudwaterdouches. Koudwaterdouches verhogen de weerstand. Dit is wat u moet begrijpen. Loopt u blootvoets, wat weer natuurlijk is, dan gaat de weerstand verhogen. Waarom? Omdat schoenen, de kartonnen boksen of de gevangenissen aan ons voeten maken dat het terug een microklimaat is in deze schoenen, in deze sokken, waar het warm en vochtig is, waar bacteriën graag vertoeven. Waar schimmels graag vertoeven. Er is geen enkel dier in de natuur van de 25 miljoen levende soorten die schoenen dragen. Er is geen enkel dier van de 25 miljoen soorten in de natuur dat zijn potje koopt. Geen wonder dat we naar zoveel ziektes zijn toegegaan. Zo miljoenen jaren geleden. Toen de mens op het natuurlijk dieet, het fruit en zachte bladeren leefde, bestonden deze zaken niet. En Arnold Ehret heeft ons verwittigd, heeft de medische wereld bij hem gebracht en er is een discussie ontstaan. Arnold Ehret heeft gezegd, de mens heeft lang geleden op fruit geleefd en zachte bladeren, de ziekten bestonden niet. En de medische wereld heeft gezegd, Larry, wij zijn een carnivoor. Wij zijn geen carnivoor. Een carnivoor met 12 meter lange darmen. Dat kan niet. Het vlees gist, rot en doet tapwormen, oekwormen, rondwormen ontstaan. Omdat het vlees 72 uur nodig heeft van mond tot aan achterwerk en dat is veel, veel te lang. Dus dat proces is heel traag en doet gisting, fermentatie, rotting ontstaan. En dan creëert u natuurlijk ziekte als de gekookte voeding te droog is vanwege de stoelgang die 75 is, gekookte voeding maximaal 25,
dan gaat de gekookte voeding 0,10 gram achterlaten in de dunne darm. En deze massa trekt ons droog. Dus we verliezen constant vocht. We hebben fermentatie, gisting, rotting in het lichaam met deze onnatuurlijke voeding, het koken of verbranden van voeding. Daar kan u geen immuniteit of weerstand mee opbouwen, enkel mee verliezen. En dan wordt u vatbaar voor allerlei ziektetoestanden, omdat u geen weerstand meer heeft. Neem uw koude douches, loop blootvoets, loop naakt en eet wat waarvoor u ontworpen bent, waarvoor u gemaakt bent, het fruit en zachte bladeren. Laag vet, heel laag vet. Eenmaal vet per maand is meer dan genoeg, omdat elk fruit, elke sla heeft het juiste gehalte aan eiwit, het juiste gehalte aan vet. Hoge waarden doen ons geen goed, leiden naar ziekte. Dat is duidelijk te zien in de bodybuilding wereld, waar veel eiwit wordt genomen, een kort leven. Tja, lastig hoor.